We moeten af van de stedenband tussen de stad San Carlos in Nicaragua en Groningen. Dat vindt de CDA-fractie in de Groningse gemeenteraad, want het land wordt steeds dictatorialer. Een stedenband is een officieel samenwerkingsverband tussen internationale steden om bijvoorbeeld onderling cultuur, onderwijs en kennis uit te wisselen. Het CDA vindt dat de doelstellingen van de stedenband Groningen-San Carlos niet meer gerealiseerd kunnen worden. Nicaragua is op dit moment een dictator, Ortega, aan de macht. En dat heeft ook wel invloed op de stedenband. We hebben gekeken, ook in het jaarverslag bijvoorbeeld van de stedenband. Daar blijkt ook wel uit dat het moeilijker is om dingen te organiseren. Juist vanwege de dictatuur die daar speelt. Daarnaast is het CDA eigenlijk altijd niet echt een fan geweest van stedenband, om maar even zo te zeggen. En wij vinden dat gemeenten echt zich moeten focussen op gemeentelijke taken, op kerntaken. Waar de inwoners hier echt wat aan hebben. En wij zien dat niet in die stedenbanden. Terwijl er wel jaarlijks tienduizenden euro's, volgens mij 60.000 euro naar dit stedenband gaan. Ja, wij denken dat dat geld op een betere manier gebruikt kan worden. Dit vind ik meer iets van bijvoorbeeld buitenlandse zaken, iets van landelijk ontwikkelingssamenwerking, vind ik niet passen bij een gemeente. Het team van de stichting Stedenband Groningen-San Carlos erkent dat de dictatuur invloed heeft gehad op hun initiatieven. Maar ziet de stedenband nog steeds als zeer waardevol. We hebben een aantal projecten lopen en een aantal van de projecten hebben we moeten stopzetten. Dat zijn bijvoorbeeld de studentenuitwisselingen, dat zijn de projecten van de UMCG. We hadden co-schappen lopen en we hadden uitwisselingen, we hadden werkbezoeken aan San Carlos. Dat alles is stopgezet. Maar we hebben een heleboel humanitaire projecten. En die lopen natuurlijk door. En die zijn, denk ik, in zo'n tijd van crisis en een tijd dat het politiek slecht gaat in een land, van extra meerwaarde. Want ja, dan ziet de bevolking toch dat men elders op de wereld, in het verre Groningen, steun heeft, aandacht heeft voor hun projecten en voor de dingen die in hun land beter zouden kunnen gaan. De 62.000 euro die de stedenband jaarlijks ontvangt, is het volgens de stichting dan ook zeker waard. Wij maken een onderscheid tussen de projectgelden. De projectgelden, die zamelen wij zelf in als stichting, als stedenband. En dit gaat dan om organisatiegelden. Die gaan naar de organisatie hier ter plekke, ter plaatse in Groningen. Maar ook in San Carlos. Dat zijn de mensen die moeten zorgen dat de projecten die we hebben, dat die goed uitgevoerd worden. Dat de gelden die ook de mensen hier opbrengen, dat die goed besteed worden. En daarom zou ik zeggen van ja, dat moet je vooral als Groningen, als stad, als gemeente, moet je dat een beetje in de hand houden. En moet je dat, als je het belangrijk vindt dat er internationalisering is en dat we weten van wat er elders op de wereld gebeurt, dan moet je daar ook als stad Groningen, moet je daar iets aan besteden. En dat is gezien de begroting van een stad als Groningen, met een beetje de vijfde, zesde stad van Nederland. Ja, ik zou zeggen, daar moet je wat voor over hebben. Toch ziet het CDA de stedenband met San Carlos graag verdwijnen. Eerlijke antwoord is dat wij geen toekomst zien voor stedenbanden. Het andere eerlijke antwoord is dat er waarschijnlijk een meerderheid van partijen dat wel vindt. Dus ik kan me ook nog wel de discussie van 2 jaar geleden herinneren in de Raad. Toen wel er een meerderheid was voor de stedenbanden. Dus dat biedt voor hen wel wat hoop en voor mij wat teleurstelling. Maar toch zullen we de komende weken wel met een voorstel komen om een einde te maken aan de stedenbanden. Helaas voor hen, maar we kunnen het geld maar één keer uitgeven en daar moeten we kritisch op zijn. Ik zou zeggen niet naar het CDA luisteren, maar in ieder geval proberen te praten met het CDA om hen die voordelen ook te laten zien. Maar die voordelen zijn in onze ogen dat de bevolking van die beide steden, bevolkingen die elkaar niet echt kennen, maar dat die toch tot elkaar komen, dat die zien dat projecten over en weer dat die zin hebben, dat die de mensen vooruit helpen. Ik zou zeggen een beetje licht in deze duistere tijden.